geniet. Ga de natuur in. Doe leuke dingen. Oh nee, denk om de corona. Ja, en de corona moet ik zeggen. Met mijn corona, nee, het is corona. Ja. Nou, daar is Karin dan. Hoi, allemaal. En mijn schone zoon die zal wel op het toilet zitten, dat weet ik niet. Ja. Bij mijn rollator staat er nog eentje. Lovely. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag 14 maart en het is zaterdag en we leven om 12:57, bijna 1 uur. De boel is binnen, Eeuw is het daar, de vensterbank, Rijk is dat daar, Kanno loopt hier rond. Karin en Roderick die komen vanmiddag hier naartoe, maar die zijn eerst aan het vloggen in een nieuw complex wat ze aan het bouwen zijn. Vandaag wordt daar weer een winkel in geopend. Dus ja, we hopen weer op een heerlijke, gezellige middag. Ik ga nog eens even de dieren verzorgen, Rijke uitlaten. En dan zijn we weer zo'n stukje verderop in de tijd. Ja, dat schiet dan weer lekker op. Hoe ze dat doet, hè? Ze staat gewoon niet aan. Ik vind het zo. Er was een buurvrouw, ik weet niet, buurvrouw wat heet. Ze zat aan de overkant. Daar ben ik geen niks. En die dacht dat ik een beeld had gekocht. Dat er een beeld van mijn raam stond. Omdat ze zo stokstijf stil bleef staan. Maar ineens bewoog ze. En daar schrok ze van. Oh, verhipt is de hond. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, echt wel. Geweldig. Maar oké, ja, we hopen gewoon een gezellige middag weer en we vloggen er natuurlijk weer uiteraard op los. Ze neemt enkel de twee zusjes mee, Lady laat ze thuis, die zal ik hebben voor dat beestje dat die weer even alleenig is. Dus ja, dan hebben we weer drie honden over de vloer. Waar sowieso één loops van is, en dat is Rijka. Nou ja, je vindt amper wat, hier en daar is een drupje, maar... Niet noemenswaardig hoor, nee. Ja, wat komt er nou uit zo'n klein wijfie? Niet veel, nee. Ik heb er geen last van, geen problemen ermee. Maar ja, ze moet wel geholpen worden in de maand juni. En ja, ik heb gisteren ook niet zo'n lekkere rekening gekregen. Eigen bijdrage aan een medicijn die ik wel gebruiken moet. Het is voor mijn COPD. Maar mijn genade, over de 300 euro, ik zeg, is er niet een alternatief ervoor? Ik zeg, dit is mij een beetje te duur. Ik zeg, ik moet wel gebruiken. Ik zeg, maar is er niet iets goedkopers? Dus daar ga ik maandag ook weer achteraan, want dat is mij een beetje te gortig hoor. Kanonne, ik kan dat niet even uit mijn mouw schudden. Dat is weer een rekening die ik in drieën moet splitsen. Als niet vieren is. Maar ja, ik heb het al geregeld, dus ja. En ik hoop dat ik het eigenlijk in één keer kan betalen met mijn vakantiegeld allemaal. Dat ik overal dan vanaf ben. Maar ja, we merken het wel, dat we wel beleven. Er ligt ook nog een rekening voor fysiotherapie. Die mocht ik ook van mijn vakantiegeld doen. Maar ja, eind van deze maand moet ik nog één bedrag aan de crematorium betalen. Frodo. Dan is dat ook weer klaar. En dan... zou de fysiotherapie in één keer gaan betalen. Dat is ook niet zoveel. En, maar ja, nou ja, niet zoveel is ook over de 100. Ik denk, nou, dat kan ik misschien in één keer betalen. Als ik zou nog aan doen, weet je. Maar dan komt er nog een rekening bij. Nou, dan baal je wel als een stekker. Maar ja, oké, doet er niet toe. Ik kan er ook niks aan doen. Ik moet het nooit meer gebruiken. En ga er maandag achteraan of het niet het andere middeltje kan worden. Het is voor me opgeschreven, dus ja, ik weet het niet uit mijn hoofd. Want dat vergeet je dan toch weer geheid. Dat zijn allemaal die Griekse namen, nou, dan breek je donk zo wat over. Maar oké, lieve vrienden, ik ga aan de gang. Ik zou zeggen, geniet van de dag, want het is prachtig mooi weer. Wel hier en daar wat wolken en alles.
Maar de lucht is ook blauw en het zonnetje schijnt. Het is zo. Genieten. Ik zou zeggen, tot straks. Doei. Zo, lieve vrienden. Ik ben net weer binnen met Rijka. Het is prachtig mooi weer. Maar ja, ik heb wel mijn handschoenen nog aan hoor. Anders krijg ik wel heel veel pijn aan mijn handen. Dat wil je gewoon niet hebben. Ik heb even een blokje omgelopen. En doe nou net de pc aan. En dan zal ik proberen nog even een vlog in elkaar te zetten. Dat die naar YouTube kan. En dan, ja. Ik weet niet hoe laat ze hier zijn. Ik denk dat ik dat nog krijg te horen. Maar in ieder geval, ze komen vanmiddag gezellig deze kant op. Ja, ik kreeg even op bezoek. Of we dan weer even gaan lopen, Karen en ik, dat weet ik niet. Maar ze komen nou denk ik even voor de gezelligheid. Maar Roderick en Karen moeten ook eens een keer komen. Want mijn printer moet beter aangesloten worden, et cetera. En ja, ik wil weten waarom de filmpjes van mijn GoPro niet allemaal in dat nieuwe programma wil. Tenminste, de vorige keer wou dat niet. Wel, een paar wouden erin en de rest had een fout. Ja, wat voor een fout. In die oude ging het wel, in de nieuwe niet. Het moet in de nieuwe ook kunnen. Ja, maar de oude heb ik nou niet meer. Dus ja, ik hoop dat het toch wel goed komt. Ja toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken, want daar ben ik ook alweer aan toe. En ik ga dus aan het werk, ja. Ik moet even water erin doen, want er zit geen water meer genoeg in. Dus dat gaan we ook even doen. Dus ik zeg, op mijn beurt, geniet maar weer, want het is prachtig mooi weer. Ja, heerlijk. Het is ook niet koud. Nee, dus geniet. Ga de natuur in, doe leuke dingen. Oh nee, denk om de corona. Ja, en de corona moet ik zeggen. Met mijn corona, nee, het is corona. Maar ja, hou wel afstand. En ja, ik loop ook af en toe hoest hoor, maar zo ben ik toch, dat heb ik toch vaak. Buiten dit om, dus ja, dan ben ik ook niet ziek. Dus ze bekijken het maar, ik ga gewoon mijn gang en... ja, willen ze geen hand, dan geen hand en dan maar niks, nee. Dan is het gewoon hoi, doei, tot later. Ja, ken ook hoor. Ja, maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet, doe ik ook. Doei. Ja. Nou, daar is Karin dan. Hi, allemaal. En mijn schone zoon die zal wel op het toilet zitten, dat weet ik niet. Ja. Yeah. Bij mijn rollator staat er nog eentje. Lovely. Juist, en dat is dus Lovely. En daar staat er eentje te drinken. En dat is Beauty. En Lady hebben ze thuis gelaten. Ja, ik vind dat heerlijk. Zitten. En je laat het gewoon toe, klaar. Dus we gaan even snuffelen. Wat je ook en bij je zus doet. Mooi hè. Ja, ik ben het. Ja, je kent ze, hè? Dat is wel te zien, ja. Echt wel. Daar komt mijn schone zoon zo door die deur. Oh, gosh. Hij zag je dat. Hallo. Hoi, lieverd. Hi. Hij is het. Je hebt het zo druk, hè? Ja. Grote meid, hè? Ze is hoog geworden. Ja. En ja, wat langer in de lengte natuurlijk. Ja. Hey. Ja, en ook al heb ik bloedspoortjes zo meteen op mijn benen, heb ik helemaal buiten. Hè? Ja. Ja, het valt reuze mee, want ik heb vandaag niet gedweild. Los. Is niet wat jou. Gebeurt er nou? Nee, dat is zijn telefoon. Oh, ik denk. Opladen. Ja, wat ben je dan dom hier, oh? Daar hier. Daar. Hier heeft een snellader. Oh. Als die erin past. Ja, het moet erin passen. Dezelfde telefoon dan die van ik, hè? Nee. Nee? Nee. Nee? Hij heeft een iPhone, man. Nee, dat is een andere antwoord.
Geen zetel. Maar schat, maar de USB past wel. De USB past, dat weet ik dan. Deze moet even over de tafel heen. En deze camera die loopt nog. Nee, want ik moet helemaal naar de stoel toe. Oh jee. Ik wil dat niet zien van jou, jonge dame. Ik moet weer voelen. Ja, moet mijn camera even naar de kant. En dan moet ik nog naar beneden naar de stoel. Anders kan ik er niet bij. Nee, want dat spul ligt allemaal op de stoel, joh. Nee, je blijft. Je blijft. Nou, even de kreukel, de broeken. Nee, Rijka die ging even snuffelen aan Loffie de bek, om het zo te zeggen. Loffie en die trekt de bek en de lip omhoog. Ik moet zoeken. Nee, ja, je gaat luisteren. Nee is nee. Het is die eerste. Rijka, kom eens hier. Nou, Rijka. Zeg. Rijka. Rijka verkeerd, Tom. Kan ook nog. Ja, nou wil die wel. Oh, ja. Ja, ik hoor hem. Haha. Nee, nee, op die stoel ligt het hele spul. Niet en niet bij en waar het weet. Want ze verraadt al heel veel. Wie? Oh. Ze verraadt heel veel. Dus ze is groot geworden? Is ze groot geworden ook? Behoorlijk groot geworden. Hij is groot. Willen jullie thee? Lekker. Mooi. En we hebben een soort van too good to go naast u neergezet. Oh, oké. Okay. Alleen, zitten daar ook andere dingen voor ons in mee, hè? Volgens mij, hè? Moet je even kijken, schat. En too good to go. Een soort van. Nou ja, dan kunnen we dat ook weer opruimen. Een soort van. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot de volgende ronde. Ja, zo pas. Ja, ik heb het door. Wacht even, deze telt niet dat mee. Dat was niet voor... Kijk, dat valt reuze mee hoor, mam. Ja? Okay. Ja hoor. Scheelt hier. Nou, hoe vond u het? Gezellig en gelijk weer dingen voor elkaar gemaakt. Dankjewel. Ja, en dankjewel. Oh, we mogen niet kussen. Oh, nee. De corona. Ja. Maar het is ook lekker, de bier, ja, met een schijfje citroen. Nou ja, wij gaan er weer van tussen, want de honden die zitten alweer in de auto. Dus komt zeker goed. Zo. Nou, daar gaan ze. Doei! En abonneren. Ja, maar dat doen ze ook wel. Rijka, ga af. Goed zo. Ja. Blijf. Dag, wijfie. Dag, schat. Nou, even naar buiten, waar de vogeltjes niet fluiten. Nee, terug! Rijka, terug! Rijka, terug! En dat bedoel ik. Ja. Nee, schat, laat... Rijka, terug! Nee, daar naartoe. Kom! Rijka, kom! Kom eens hier, kom. Rijka, kom eens hier. Kom. En nou heb ik het wel donker, hè? Kom eens hier. Je ziet er niet eens, je zit er zo wat. Rijka, kijk! Daarom doe ik licht aan. Ja, Rijka. Nou, potverdikje. Ja, je moet rechtop tillen dat het bij je... Nu. Kom. Nee hoor, zo gaat het. Ja. Ja, dus. Ja, doei. Dat moet ik dus ook doen. Ik moet er ook bij de nek van pakken. Nee, nou is het wel donker hoor, Karin. Ja, ach ja, maakt niet uit. En hier weer niet. Zo. Nou, gaan ze weer in de toet. Toet toet. Heb je geen licht in de toet? Als er een deur open gaat, moet er een lichtje aangaan. Ja, dat bedoel ik. Hey, beestjes. Ik zie ze niet eens. Ik zie ze niet eens. Nee, ik moet wel het licht aanhouden, want dan zie je tenminste wat. Nee. Ik doe alleen gewoon alleen het weenweg ook goed. Ja. En dan hang ik die gewoon lekker daar. Maar oké, lieve schat, dan een hele goede reis. Dat wil ik. En bel even als jullie thuis zijn. Okidoki. Doei, doei.